dijken om die in stand te houden, om die kapot te laten gaan. Daar kan je allerlei dingen doen, maar het lijkt zo makkelijk. Deze video zal ik niet meer afspelen, want dat is er net al gebeurd. En de andere, uit andere hoeken heeft u misschien ook al gezien. Maar als je niet weet wat in de ondergrond zit, ja, dan kan je er containers vullen wat je wilt. Maar ja, of er wat gebeurt, dat is de grote vraag. Dus je moet goed kijken wat er in de ondergrond zit. En daar gaat het nu over. Leen en ik weten niet alles. Dus aan het eind graag ook weer uw inbreng. Eerst wat over state-of-the-art dijkmonitoring, een aantal meettechnieken. En daar gaat eigenlijk het grootste deel van het verhaal over. Nog iets over dataopslag en analyse en modelanalyse. En tot slot de inbreng uit de zaal, ook al staat hier niet op. Leen. Goedemiddag, ik ben Leen Vincke. Ik werk bij de afdeling geotechniek van de Vlaamse overheid. Dus het zal misschien wat Belgischer klinken, wat Vlaamser klinken. Ik ga starten met eerst een overzichtje te geven van de klassieke technieken die wij toepassen om eigenlijk het gedrag van de dijk en de opbouw van en onder de dijk te begroten. In eerste instantie gaan wij info proberen opzoeken die al beschikbaar is. We gaan historische kaarten raadplegen. We gaan het terrein verkennen om te zien hoe ziet de grasmat eruit en zo verder. Daarnaast gaan we ook de dijkbeheerders bevragen. Wat zijn hun bevindingen rond het dijkvak? Zijn er vroeger dijkverstevigingen gebeurd, dijkverbredingen gebeurd en zo verder? En daarna gaan wij starten met onze set van klassieke geotechnische proeven. Sonderingen, boringen, u allen waarschijnlijk wel bekend. Het voordeel van sonderingen is dat het een snelle techniek is die direct een mooie inzicht geeft in de opbouw van de verschillende lagen. Het nadeel is dat het een lokale meting is, dat je dus enkel info hebt over de plaats waar je sondering gedaan hebt. Bij boringen worden er monsters ontnomen, waar je direct dan een beschrijving krijgt van de verschillende grondsoorten. Boringen op dijken gaan wij ook standaard afwerken als peilbuis, waarin we dan ook de waterpeilmetingen kunnen doen. Hier links bovenaan zie ik een bovenzicht uit onze databank Ondergrond Vlaanderen. Dat is eigenlijk een beetje de dino-tegenhanger, maar dan in België. De oranje stippen zijn de locaties waar er sonderingen zijn uitgevoerd, de groene waar er boringen zijn uitgevoerd. Zoals je kan zien proberen we eigenlijk altijd op regelmatige afstand een sondering uit te voeren. En boringen iets minder veelvuldig, dus maar heel af en toe een boring. Op basis van de sonderingen kunnen wij dan een inzicht krijgen in de lagenopbouw en kunnen we dus de verschillende lagen afscheiden van elkaar, zand, leem, veen. Naast de opbouw van de verschillende grondlagen is ook de waterstand in de dijk een heel belangrijke parameter. Hiertoe gaan we dus zoals gezegd de boringen steeds afwerken als pijlbuis. Er wordt dus een filterelement in de zandige laag, de watervoerende laag, geplaatst, waarin we dan met een pijllood op geregelde tijdstippen de waterstand gaan opmeten. Als we de waterstand veelvuldiger willen opmeten, bijvoorbeeld in getijdengebied, gaan we er een diver in hangen. Dat is eigenlijk een sensor die meer continu metingen uitvoert van de waterdruk. Wanneer we ook eerder op zoek zijn naar waterdrukken, dus in minder doorlatende lagen, gaan we een piezometer kunnen inbouwen, die dus ook eigenlijk hetzelfde als een diver eigenlijk de waterdruk registreert op regelmatige tijdstippen. Het resultaat daarvan is dan eigenlijk een figuur van de waterstand in functie van de tijd, wat eigenlijk ook altijd een heel belangrijke parameter is. Naast waterstanden kan het ook van belang zijn om eigenlijk de vervorming van een stuk dijk op te meten, de horizontale vervorming. Hiertoe gaan we een inclinometerbuis in een boorgat inbouwen. Een inclinometerbuis is eigenlijk een buis met groefjes. Je ziet dat hier eigenlijk. In die groefjes wordt dan een meetsonde ingebracht. En om de halve meter wordt er een registratie gebeurd van de hoekverdraaiing. Op basis van de verschillende hoekverdraaiingen kan je dan eigenlijk de horizontale verplaatsing en de functie van de diepte uitrekenen. Als je dit op regelmatige tijdstippen doet, kan je dus eigenlijk het verloop van de horizontale vervorming in functie van de tijd begroten. En kan je dus eigenlijk grafieken opstellen van hoeveel de dijk verplaatst heeft ten opzichte van een vorige meting. Dat kan interessant zijn als je bijvoorbeeld op een dijk een afschuifvlak ziet, dat je kan zien met behulp van de inclinometer waar precies op welke diepte het afschuifvlak zich ontwikkelt. Naast de klassieke geotechnische proeven kan het ook handig zijn om een combinatie te doen met een aantal niet-destructieve technieken, geofysische technieken. We hebben een stappenplan uitgewerkt in Vlaanderen, wat we al op een aantal dijktracés hebben toegepast. Dit stappenplan houdt eigenlijk in dat we starten met een aantal elektromagnetische metingen, waarvan je grafiek bovenaan ziet, die eigenlijk een variatie in signalen geven, waar je een eerste indicatie kan krijgen van de homogeniteit van de dijk. Daarna kan je geo-elektrische metingen uitvoeren, die dus eigenlijk al meer een idee geven van waar zitten de meer draagkrachtige lagen, de rode lagen, en waar zitten de minder draagkrachtige lagen. En op basis van die twee metingen, hier van boven, kan je dan eigenlijk meer gericht je sonderingen inplannen. Op de dijktracés waar we deze technieken al hebben samen uitgevoerd, hebben we wel geleerd dat het eigenlijk altijd nodig is om een combinatie te maken van zowel de geofysische als de geotechnische technieken. Zeker als je wil gaan naar geotechnische karakteristieken plakken en geotechnische interpretatie doen. Het voordeel van het eerst uitvoeren van de geofysische technieken is dat je de sondeerlocaties gerichter kan inplannen. Dus bijvoorbeeld niet meer standaard om de 100 meter... maar op basis van de resultaten van de geofysische proeven effectief je sonderingen inplannen. Een ander voordeel is ook dat je kan met elektromagnetische metingen bijvoorbeeld damplanken die er zouden in zitten opsporen of andere metalen objecten. Naast de klassieke technieken die ik nu kort heb aangehaald, zou ik ook graag een aantal meer innovatieve meettechnieken aan u toelichten. Een eerste geval zijn temperatuursmetingen die we hebben uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar lekkage die langs een kanaal aanwezig was in Retie. Er was daar sprake van zandmeevoerende wellen aan de grachtkant. Het talud van de gracht was instabiel. En ook aan de kanaalkant zag je instabiliteiten. Die waren veroorzaakt door baggerwerken die eigenlijk te dicht tegen de kanaal werden uitgevoerd. Hoe hebben we dit aangepakt? We zijn eerst gestart met het uitvoeren van ons klassiek onderzoek, dus sonderingen, boringen. Dat heeft ons geleerd dat we daar vooral met een zandige ondergrond te maken hadden. En op een diepte van een 10-tal meter een heel dicht zandpakket hadden. Daarnaast hebben we dan ook een aantal temperatuursmetingen uitgevoerd. Op de volgende slide kan ik misschien wat meer tonen. We hebben eigenlijk ons onderzoek opgesplitst in 3 zones. Dat was hier de zone waar we de kwel aan de grachtkant voornamelijk zagen. Dit was hier een zone waar er aan de kanaalkant al damwanden werden geplaatst om dus de instabiliteit van de kanaaloever te verhelpen. En er was hier ook een zone waar er nog geen kwel was opgemerkt. We hebben stalen buizen laten installeren in de grond. Die werden ingetrild. En in die buizen werden dan temperatuursmetingen gedaan. Dat kan met glasvezel zijn of met een andere temperatuursonde. Wat verwachten we nu? In functie van de diepte verwachten we eigenlijk de zwarte curve, dus in de winter, dat we bovenaan een lagere temperatuur hebben, die naarmate je dieper in de grond gaat, een constante waarde krijgt van rond de 11 graden. In de zomer verwacht je eigenlijk dus ook de constante temperatuur van 11 graden onderaan en bovenaan een iets hogere temperatuur. Wanneer we met een lekkage zitten, gaan we in de winter zien dat dus in de zone van de lekkage, op de diepte waar er kwel aanwezig is, dat je daar dan een lagere temperatuur ondervindt. In de zomer ga je juist een hogere temperatuur ondervinden op de diepte waar de lekkage zich bevindt. Dit zijn hier de resultaten van de metingen die we hebben uitgevoerd. Dit is hier in de zone waar de kwel werd opgemerkt aan de grachtkant. Je ziet hier, dat de metingen zijn in de zomer uitgevoerd, dus je ziet hier in plaats van een constante temperatuur onderaan zagen we een verhoging van de temperatuur op een diepte van ongeveer 10 meter. Dus op basis van die meting konden we besluiten dat de kwel zich op een diepte van 10 meter bevond. Dit is een grafiek van de metingen die werden uitgevoerd in de zone waar er dambanden aan de kanaalkant stonden. Dus hier zagen we een gelijkaardig fenomeen. En konden we eigenlijk beslissen dat die damwanden eigenlijk niet gezocht hebben voor een verhinderen van die lekkage. Oei. Wat was dus eigenlijk de conclusie van de temperatuursmetingen? Wel dat de damwanden eigenlijk geen oplossing waren. Dat we dus eigenlijk een aparte oplossing moesten zoeken voor zowel de stabiliteit van de kanaalkant, de oever, als voor de kwel. En voor de stabiliteit van de kwel hebben we er eigenlijk voor geopteerd om eigenlijk bijkomend gewicht te plaatsen in de gracht, om eigenlijk meer tegengewicht te bieden. Het vervolg, we gaan deze metingen nog op een aantal andere sites uitvoeren, waarbij we dan zelf onze eigen sondeerstangen gaan gebruiken om in de grond in te brengen. We denken er ook aan om meer continue temperatuursmetingen te doen met behulp van een glasvezel die dan kan blijven zitten in de buizen die geplaatst worden. Een andere techniek die ik graag eens kort zou aanhalen is het gebruik van satellietbeelden om verplaatsingen te detecteren. Er vliegen een heel aantal satellieten rond de aarde die verschillende zaken doen. Er zijn satellieten die beelden maken. Er zijn satellieten die signalen uitzenden. Denk maar aan de GPS. Maar er zijn ook satellieten die signalen uitzenden en de reflectie ervan terug ontvangen. Dat zijn eigenlijk de satellieten waar wij hier mee verder werken. Op basis van de faseverschuiving van het ontvangen signaal kan je eigenlijk een verplaatsing afleiden. De satellieten draaien van onder naar boven, rond de aarde. En die kijken altijd een beetje rechts. Dus als je de ascending orbit, die gaat dan eigenlijk van zuiden naar het noorden en die kijkt vanuit het westen. En de descending orbit, die gaat van het noorden naar het zuiden en die kijkt een beetje vanuit het oosten. Het is belangrijk dat je eigenlijk twee kijkrichtingen hebt om de oriëntatie van je verplaatsing te kunnen bepalen. In ideale omstandigheden kunnen verplaatsingen tot grote orde millimeter gedetecteerd worden met satellietbeelden. Maar die ideale omstandigheden zijn er natuurlijk niet altijd. Er zijn een aantal bepalende factoren die ervoor zorgen of de verplaatsingen, hoe nauwkeurig de verplaatsingen kunnen opgemeten worden. Je hebt heel belangrijk de reflectiviteit. Niet alle objecten reflecteren even goed. Water bijvoorbeeld reflecteert heel snel, wat nu juist heel jammer is als we naar dijken willen kijken. De zwarte zones hier in die grafiek, in die figuur zijn de zones die heel slecht reflecteren. Daarnaast heb je ook de stabiliteit van het gereflecteerde signaal. Binnen uw pixel die reflecteert, moet het eigenlijk altijd hetzelfde object zijn die de reflectie verzorgt. Dus als er heel veel vegetatie aanwezig is of als er objecten binnen de pixel zijn die zich verplaatsen, dan zal de reflectie niet stabiel zijn en zal je dus ook geen goed signaal terug hebben. Ook de ruimtelijke coherentie is een heel belangrijke parameter. Daarnaast heb je ook nog atmosferische drukken en temperatuur die hun invloed hebben. En dat zijn dus eigenlijk bijna allemaal parameters, factoren waar je dus eigenlijk weinig zelf impact op hebt. We hebben onze eerste ervaringen opgedaan met het gebruik van satellietbeelden in 2012, waarin we een pilot gedaan hebben, waarbij we oude satellietbeelden gebruikt hebben. We hebben Hansje Brinker die beelden laten analyseren. Dat was eigenlijk op een site in Schellebelle waar we een afschuiving hadden. Die afschuiving bevond zich hier 150 meter lang ongeveer. En we wilden eigenlijk met de satellietbeelden kunnen achterhalen of die afschuiving zich al lang aan het ontwikkelen was. En of dat er eigenlijk ook niet nog afschuivingen in de buurt zich aan het ontwikkelen waren die we nog niet opgemerkt hadden. Met behulp van de satellietbeelden hebben we gezien dat er één goed reflectiepunt was. Dat was het oranje punt. Het zwarte punt, rode punt, sorry, met een zwart cirkeltje rond. Rood wil zeggen dat de verplaatsing weg van de satelliet gaat. Dus eigenlijk een grote orde een zakking. En we hebben eigenlijk kunnen terugkijken met de satellietbeelden tot 2004. En hebben we eigenlijk gezien dat de trend van de verplaatsing overeenkwam met eigenlijk de metingen die wij zelf met onze inclinemeter hadden gedaan. Dus het was eigenlijk wel een heel goed resultaat. We hebben ook gezien dat er eigenlijk in de buurt geen andere punten waren die een neerwaartse verplaatsing hadden. Dus dat het gebied van afschuiving eigenlijk wel lokaal het gebied was dat we ook verwacht hadden. Voordelen van het gebruik van satellietbeelden. Je kan terugkeren in de tijd. De satellietbeelden konden we tot 10 jaar terug bekijken. Je kan grotere zones ineens analyseren en uw metingen verstoren de situatie niet. Je moet niets speciaals aanbrengen om uw metingen te doen. Nadeel, die oude satellietbeelden zeker, die hebben hele grote pixels. Dus eigenlijk een vrij slechte resolutie. Dat zijn pixels van 5 op 20 meter. Dus je krijgt maar één reflectie uit een pixel van 5 op 20 meter. Nabijheid van water vormt dus, zoals gezegd, een probleem. En vegetatie en objecten die zich binnen de pixel verplaatsen zorgen ook voor een verstoring van het signaal. Dankzij de goede ervaring die we hadden in Schellebelle en ook nog op een andere site, hebben we beslist om een tijdje geleden een nieuw project op te starten rond satellietbeelden. Maar deze keer hoge resolutie satellietbeelden. Dat zijn beelden die werken met pixels van 3 meter op 3 meter, dus al een heel stuk kleiner dan de vorige, 5 meter op 20 meter. We hebben beelden laten nemen over een periode van 1 jaar in 2 kijkrichtingen. In totaal 50 beelden werden genomen. En het overlappend gedeelte tussen de ascending en descending kijkrichting werd bekeken. De eerste stap was een semi-automatische analyse laten toepassen op deze beelden. En de volgende stap hebben we dan eigenlijk specifiek een aantal locaties uitgekozen om nog een manuele analyse op te laten doen, om nog dichterbij en meer in detail te kijken naar de resultaten. Het doel van dit project was eigenlijk nagaan of die kleinere pixels, dus die 3 meter op 3 meter pixels, een beter resultaat gaven, vlakbij water dan, wat dan voor dijken eigenlijk wel heel belangrijk is. En we hebben onze focus niet alleen op dijken gezet, maar ook op kaaimuren, bruggen, ook om na te gaan of dat er met de satellietbeelden ook een opvolging in de tijd kan gebeuren van constructies die anders moeilijk topografisch op te volgen zijn. Er zijn dan een aantal resultaten van die semi-automatische analyse. Dat is hier een dijk in Antwerpen langs de Schelde die net opnieuw aangelegd was. Groen is eigenlijk stabiel, dus weinig verplaatsing. Rood is verplaatsing weg van de satellieten, dus neerwaartse verplaatsing. En we zagen hier toch een heel aantal zones die een rode verplaatsing aangaven, wat dus ook op terrein bevestigd werd met achteraf topografische metingen die we hebben gedaan, die we eigenlijk gedurende dat jaar hebben gedaan. En dat waren ook juist de zones waarbij bij aanbrengen van de dijk was gebleken dat ze eigenlijk het meest slappe materiaal hadden gebruikt. Hier ook nog een goed voorbeeld van eigenlijk een platform met een meetstation op, waarbij we met de satellietbeelden hebben gezien dat het meetstation zich stabiel bevond, dat er dus geen verplaatsing werd opgemeten. Dat was wel goed, omdat we het met topografische metingen niet gedaan kregen. We kregen dat platform niet opgemeten. Een aantal minder goede voorbeelden. Hier bovenaan een kaaiplateau waar er uit de semi-automatische analyse geen enkel goed reflectiepunt bleek te zijn. De verklaring was dat er eigenlijk heel veel containers geplaatst werden op dat kaai-platform, die dus verplaatst werden en dus telkens eigenlijk de metingen verstoorden. Hier onderaan een dijk waar er dus ook geen enkel goed reflectiepunt werd gevonden. De verklaring daar zal waarschijnlijk de begroeiing zijn. De dijk zal in de schaduw liggen. En dus het signaal, de reflectie zal verstoord zijn. Of het materiaal waaruit het jaagpad is opgebouwd reflecteert niet goed. Dat kan ook een mogelijke verklaring zijn. Zoals gezegd hebben we niet alleen een semi-automatische analyse laten uitvoeren, maar hebben we ook op een aantal stukken een manuele analyse laten uitvoeren. Hierbij wordt er lokaal een vast referentiepunt gekozen en kan er meer in detail gekeken worden. Dit hebben we laten doen op een kaaiplateau, ook langs de Schelde, waarvan we wisten, we hebben daar een klinemeter zitten, dat dit kaaiplateau zich sterk verplaatst richting de Schelde. Dit is hier het resultaat van de semi-automatische analyse. Het kaaiplateau had geen enkel goed reflectiepunt bij de semi-automatische analyse. De oorzaak was dat bij de start van de meetreeks het kaaiplateau nog in opbouw was. We hebben dan bij de automatische analyse enkel de beelden laten bekijken van bij de afwerking van het kaaiplateau. En dan bleken er wel een aantal goede reflectiepunten te zijn. Dat zijn hier de rode bolletjes. Die dus eigenlijk eenzelfde trend gaven van beweging, of we ook die we ook met onze inclinometers kregen. Dus een aantal voordelen. We hebben een denser net van punten met de kleinere pixels. We kunnen ook al wat dichter bij het water gaan kijken met die hoge resolutie satellietbeelden. Maar vaak hebben we ook nog een manuele analyse nodig. Beperkingen, zoals gezegd, sommige beelden worden verstoord door schaduw, door bewegende objecten. En sommige structuren zijn gewoon meer zichtbaar dan andere. In de toekomst zien we deze techniek zeker niet als vervanging van andere technieken, maar eerder als een aanvulling om grotere gebieden te kunnen overkijken. Om indicaties te krijgen van zones met potentiële problemen en dan op basis van die indicatie onze klassieke monitoring gerichter te kunnen plaatsen. Historische data blijft relevant natuurlijk. En we zijn aan het kijken om in de toekomst met nieuwe recente Europese satellieten te kijken. Dat zijn eigenlijk beelden die we gratis kunnen verkrijgen, die wel een iets lagere resolutie hebben, maar die wel frequenter opgemeten worden. Dus we denken, we zien daar wel goede vooruitzichten in. De verwerking natuurlijk kunnen we nog altijd niet zelf. Dus daarvoor hebben we nog altijd een andere partij nodig die verwerking doet. Een laatste type techniek dat ik kort zou willen aanhalen, is eigenlijk het gebruik van glasvezelmetingen om eigenlijk een lang dijktracé op te volgen. Het was hier in Wetteren, waar we eigenlijk een verhoging van het jaagpad moesten doen. Bij het ontwerp haalden we moeilijk de vereiste veiligheidsfactoren wegens plaatsgebrek. En we hebben ervoor geopteerd om het ontwerp toch te laten uitvoeren, met iets lagere veiligheidsfactoren weliswaar, met de bemerking dat we de dijktracé wel van nabij zouden opvolgen. We hebben dus een glasvezel geplaatst over die 1,5 kilometer lange dijk, als early warning eigenlijk, om te zien of er in de toekomst grotere rekken werden opgemeten die dan wijzen op een afschuiving. De kabel werd losgeplaatst, dus niet voorgespannen, en werd op verschillende manieren geplaatst. Waar het jaagpad al was aangelegd, hebben we een sleuver naast gegraven om de kabel in te leggen. Waar het jaagpad nog niet was aangelegd, hebben we die onder het jaagpad geplaatst. Ja, dat zijn hier een aantal resultaten. Eigenlijk zie je dat is eigenlijk het signaal over de 1,5 kilometer juist na plaatsing. Je ziet eigenlijk dat ten gevolge van de plaatsing het signaal sterk verstoord is. Hier zie je een stukje dat eigenlijk te los is geplaatst. Hier zie je een stukje waar dat er eigenlijk wel een beetje voorspanning op de kabel zat. Als je dan verder naar de volgende metingen kijkt en je vergelijkt met een referentiemeting die bovenaan staat, dan zie je eigenlijk dat die plaatsingsfenomenen er wel uitgaan na verloop van tijd. En dat we dan eigenlijk kunnen beginnen kijken naar effectieve piekjes die eventueel kunnen wijzen op een zekere verplaatsing. Van belang is eigenlijk dat je de piekjes die je ziet probeert te verklaren. We hebben hier een aantal verklaringen opgezet. Maar het is eigenlijk van belang dat je dan eigenlijk ter plaatse gaat gaan kijken waar je zekere rekken vindt om de verklaring te vinden voor eventuele de rekken die zijn opgemeten. Ik geef het woord aan hen.